Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En zoals je naast me kan zien, heb ik al een prachtig frame naast me staan. Waar we een mooi bloemstuk op gaan maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Voor dit pakket geldt op is op, dus wees snel bij. En dan zal ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Als je het leuk vindt, kan je me ook volgen op Facebook en Instagram. Daar deel ik geregeld nieuwe dingen. Vooral op Instagram deel ik heel veel. Dus mocht je het leuk vinden, kan je me daar ook op volgen. Vandaag gaan we een bloemstuk maken die je elke keer kan verversen. En dat is natuurlijk leuk, want dan kan je er extra lang van genieten. Een paar nieuwe bloemen erin en is het gelijk heel erg mooi. We werken met voorjaarsbolletjes, winters, maar ook voorjaar. Dus heel erg leuk. We gaan er gauw mee aan de slag. In deze takken zit ijzerdraad, dus je kan het buigen zoals je zelf wil. Wil je het wat meer naar boven doen, dan kan het ook. Je kan er ook hele leuke gekke vormen mee maken. Dat is ook heel leuk. Je kan het heel sierlijk maken. Kijk, ik kan er zelfs kronkels mee maken. Dat vind ik ook heel erg leuk. Dus daarin kan je al heel creatief, alleen los al met het frame zijn. Het is echt een heel leuk frame. Ik moet wel zeggen, hij is een beperkte voorraad, dus wees er snel bij. Want dat maakt het natuurlijk heel apart. Plus je kan hem eigenlijk op heel veel manieren opmaken. En het ook weer heel apart maken. Dus en heel makkelijk verversen. Dus je kan er gewoon heel lang plezier van hebben. En elke keer zo met kerst is hij zelfs ook heel erg leuk. Maar we gaan hem nu een beetje voorjaars opmaken. Maar wel een beetje sneeuw. Nu ik het opneem, ligt er ook nog sneeuw. Ik weet niet als jullie kijken of er dan ook al sneeuw ligt. Maar je kan hem dus buigen zoals je zelf wil. Kijk, ik heb hem aan deze kant nu... Met mooie sierlijke vorm. Je kan hem ook gewoon recht omhoog houden. Dan heb je gewoon weer de takken. Wat je daarin zelf leuk vindt. Wat we eerst gaan doen is we gaan de glazen flesjes die je dus elke keer leuk kan gebruiken even vastmaken. Zodat het iets meer stevigheid heeft. Maar wat wel handig is dat je hem ook elke keer wel weer los kan halen. Het gaat op zich wel redelijk makkelijk. Je kunt ze ook gewoon los onder zetten mocht je dat fijn vinden. Maar ik vind het voor stevigheid fijn om wel eventjes een drukje lijm te gebruiken. En dat doe ik dus tussen de... stelen in. Zodat ik daar straks de bloemen mooi stevig tussen kan doen. Ik vind het echt een heel leuk frame. Hier doen we dan straks ook gelijk water in. Hiervoor gebruik ik eventjes de fles. Die staat ook in onze webshop, mocht je dat makkelijk vinden. Hè? Vooral met dit soort stukken met kleine flesjes is het heel handig, want het zit gewoon een touwtje in. En dan kan je eigenlijk zonder dat je knoeit heel makkelijk de flesje elke keer vullen. Hè? Ideaal vind ik het. Ook om even water bij te schenken bij steekschuim. Kan je er heel makkelijk even zo tussen met de fles. Goed, dat hebben we alvast gedaan. Ik zet hem even iets achter, want we gaan natuurlijk ook werken met... voorjaarsbolletjes. Altijd mooi en heel erg leuk. Mocht je nou niet tegen hyacinthe kunnen, want dat hebben sommige mensen, geef het dan even aan. Als je een pakket bestelt, dan krijg je een ander potje erbij. We halen even het zand eraf. Je kan ze eventueel met of zonder wattel gebruiken wat jij het leukst vindt. En het makkelijkste vindt. Ik kan er gewoon even de wattels schoon spoelen. Je krijgt niet alleen groene handen hiervan, groene vingers wel, maar ook een beetje bruine vingers van de potgrond. Maar dat geeft niet. De bolletjes met wattel kan je gewoon even schoon maken. Dat doe je gewoon even een emmertje water. Zodat het meeste zand eraf is. Ik vind het nooit erg als er nog een beetje zand op zit. Maar je kan het helemaal schoon spoelen. Je kan het ook onder de kraan doen. Pas wel op dat je grootsteen niet verstopt raakt. Dan pakken we een bolletje. En die gaan we helemaal ontwikkelen met touw. Je kan het kriskras door elkaar doen. Je kan ook gewoon echt een rijtje maken, laten we zeggen. Je kan de wikkeling doen zoals je zelf wil. Maar ik vind het leuk om het op deze manier wat sierlijker te maken. Ja, je kan het met heel veel bolletjes doen. Je kan ook voor een paar kiezen. Ik doe ze niet allemaal, want ik vind de bol op zich ook wel mooi. Thank you.
bolletjes kan je verdelen in het frame. En je kan even touw gebruiken of je kan de buigzame draadjes gebruiken. Hè. Dat vind ik zelf heel mooi, want daardoor blijft het in één geheel. En je kan de bolletjes eigenlijk verdelen zoals je zelf leuk vindt. Je gebruikt dus verschillende soorten bolletjes. Dan lijm ik ook nog wat bolletjes onderop. Op zich hoef je ze niet te lijmen, maar ik vind het wel handig om dat even te doen. Even kijken waar ik het van wil hebben en aan welke kant. Ja, wel aan deze kant. Dan gebruik ik ook nog een beetje mos wat ik onderin vastmaak. Dat doe ik gewoon met een beetje lijm. Kleine plukjes, maakt het mooi natuurlijk. Alsof er dan nog wel een beetje groen tussen het sneeuw vandaan komt. Ja, eigenlijk is het nu echt al prachtig. Maar we willen natuurlijk bloemen toevoegen. Ik heb ook wat wilgentakken. Die vind ik ook leuk en sierlijk in het stuk. Kan je eventueel ook zonder water ertussen doen. Maar we hebben de vaasjes toch mooi gevuld. Die laat ik er ook gelijk een beetje mooi tussen lopen. Past ook weer goed bij de sierlijke vormen die we hebben gemaakt. En dan heb ik natuurlijk gewoon prachtige zuidwindlelies. Altijd mooi. Ik zie dat ik deze, ik deed het om en om, dus deze moet één vaasje opschuiven. Zo. Ik laat de bloem mooi lang en mocht het nodig zijn kan je ook weer dat ijzerdraad gebruiken om ze iets te klemmen. Dan heb ik leuke Craspedia bolletjes. Heel speels, heel leuk. Dan gebruik ik ook Lysiantis. We hebben natuurlijk niet onbeperkt ruimte in de vaasjes, dus daar moeten we rekening mee houden. Maar dat maakt het ook mooi, want je wilt er natuurlijk ook doorheen blijven kijken om dat speelsige te houden. En ik maak hem nu in het wit op, maar kijk, hij is ook erg mooi als je van kleur houdt om er bijvoorbeeld roze bij toe te voegen. Maar ik hou hem nu nog neutraal, maar je kan hem natuurlijk in elk gewenste kleur maken. En dan zou ik zeggen gewoon niets meer aan doen, want hij is echt prachtig. Een heel mooi tafereel, winters, maar ook voorjaars tafereel.
Ja, echt een beetje zoals het nu in deze tijd is. Wil je dit nou graag zelf maken? Je kan hem dus in gewenste kleur maken. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulalibloemist.nl. Daar vind je onder kopje cursuspakketten. Hè? Wees snel bij, want op is op. En deze wordt niet meer aangevuld. Dus ja, wees gewoon snel bij. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien we de volgende keer weer. Doeg!